Famke, ja. Je hebt net de wedstrijd tegen Laren gespeeld. Klopt. Jullie hebben eigenlijk een ontzettend goede wedstrijd gespeeld. Ja. Ja. Wat is je gevoel dat het uiteindelijk toch 0-0 is gebleven? Ja, niet voldaan natuurlijk. Want we spelen zo'n goede wedstrijd. En we hebben het erover met elkaar in de rust. Van, dit is gewoon de eerste wedstrijd dat we zo goed... Dit is de eerste beste helft van de eerste seizoenshelft. En we zeggen, jongens, we gaan het gewoon afmaken. En als het dan niet lukt, terwijl je wel gewoon het gevoel hebt van wij zijn er de betere ploeg, dan is het gewoon zuur op het eind. Daar ga je niet voor natuurlijk. Je moet gewoon winnen. Ja, ja. Dat is heel erg balen. Ja, jullie hebben echt vol in de aanval gezeten. Alleen ook de strafcorners wilden uiteindelijk ook steeds net niet lukken. Nee, ja, het is gewoon een beetje pech hebben dan. En ja, zoals ik al zei, we hadden zo'n goed gevoel vandaag. En we konden elkaar gewoon echt lekker vinden. En we waren gewoon overtuigd toen we voor de wedstrijd in de rust gewoon het veld opgingen. Van, dit gaan we afmaken. En dan toch, ja, hoort het erbij dat het misschien soms niet afgemaakt wordt. Ja, ja, is helaas. Nou ja, goed. Ja. Hey, Anne, wel goed nieuws. Je selectie voor Jong Oranje. Hoe is dat gegaan? Ja, het was heel apart. Ik was eigenlijk al afgevallen, anderhalve maand geleden. Dus ik had het helemaal uit mijn hoofd gezet. En toen belde toch de coach erop of ik mee wilde doen vanwege blessures. Dus ja, het is een beetje dubbel, want mensen zijn geblesseerd en dat is natuurlijk nooit leuk. En ik gun al die meiden gun ik het om een mooi WK te spelen. Maar ja, het enige wat ik gewoon doe is gewoon genieten om nog even mee te doen. En, ja, ik heb het zo naar mijn zin met die meiden dat het gewoon, ja, dat is het enige waar ik voor wil gaan. Gewoon plezier maken met hun en genieten van wat ik mag. Ja, nou goed, het is een leerproces en je speelt je misschien toch nog in de kijker? Ja, nou ik denk, weet je, die coach Rick, die weet zo, die heeft zo'n goed beeld van de groep. Die weet alles tot in de details. Dus ik voel niks van druk of ik moet me nog laten zien. Weet je, hij heeft het zo goed al. Heeft iets voor elkaar dat ik gewoon daar niet mee bezig ben. En gewoon lekker de hockey genieten en plezier maken met de groep. Ja. Nou, goeie zaak. Ik wens je in ieder geval veel succes. En volgende wedstrijd wel winnen.